Ik wil gewoon duidelijkheid. Dit is gewoon één dikke poepshit. Ik ga het nu gewoon laten zien. Ik ben er helemaal klaar mee gewoon. Maar ook een reactie plaatsen wat ik moet gaan doen. Mensen, doe dat duimpje omhoog. Mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar een Split Sprint, een nieuwe video. En vandaag ga ik eerst even iemand op de Cast of Fame zeggen wie het is. Maar dat wordt nog even spannend. En ik ga iemand promoten voor de laatste keer. Dit is degene die gepromoot is door Prithvi. Ik heb 1000 abonnees gehaald, dus ik ben hartstikke blij. Dankjewel mensen. Komt dan maar door jullie. Wie heeft gewonnen bij de promotie is altijd vervelend heeft gewonnen. Gefeliciteerd met de promotie. Kijk even zijn kanaal. Super tof. En we gaan maar gelijk beginnen met wie er op de Cast of Fame zit. Dit is echt een super grote fan van mij. En ik vind dat zij het heeft verdiend. YouTube fan. Gefeliciteerd. Je bent echt lief. En je reageert altijd. Ik vind je echt een baas gewoon. Als jullie op de Cast of Fame willen. Wat jullie allemaal moeten doen is reageren. En liken. Geabonneerd zijn. En dan maak jij kans om op de Cast of Fame te komen. En het wordt een soort van ding wat altijd gebeurt. Weet je. Je kan altijd op de Cast of Fame komen. Mensen, leuk dat jullie kijken. Ik hou van jullie. Abonneer gewoon massaal, kom op. We kunnen gewoon, laten we gewoon de 2000 halen. Dan gaat nu de video beginnen. Oké, pak de camera, pak de camera. Mensen, dit is een van de ergste dingen wat iemand heeft gezegd. Ik ben er niet blij mee dat iemand dit op Facebook zegt. En we gaan nu gelijk achterhalen. Samen met Martijn ga ik dat doen. De volgende video. Wie diegene is. Ik heb haar proberen te connecten en ze neemt niet op. Super raar. En ik ga proberen om haar te connecten. Want ik ben helemaal, ik vind het gewoon raar dat iemand dit gewoon zegt. En het is zeg maar zo, het is best wel een heel raar berichtje. Ik wil het jullie laten zien en ik zou het zeker ook laten zien. Ik ga nu het berichtje even erbij pakken. En dan ga ik het berichtje laten zien. Ik weet niet of ik het echt moet laten zien. Jullie hebben 1000 abonnees van mij aangetikt. Dus we gaan kijken wat ze heeft gezegd. Het is erge shit. En ik weet niet wat ik moet doen. Want ze heeft dus iets gezegd wat je niet zomaar zegt tegen iemand. En het is super erg. Ik vind het super raar. Ik ga het gewoon laten zien, denk ik. Oké, ik pak nu de camera. En ik ga het laten zien, mensen. Ik ga het gewoon laten zien. Ik vind het echt spannend. Ik begrijp ook niet waarom ze dit doet en waarom ze dit zegt. Ik ga haar connecten. En we gaan haar gewoon zoeken. Het is een catfish. Het is gewoon iemand die gewoon doet alsof ze diegene is. Santana is een catfish. En jullie moeten gewoon allemaal even de Facebook van Santana volgen. En dan ja, weet je, zeggen dat ze fake is. Dat ze raar is. Dat ze dit doet. Ik ga het nu gewoon laten zien. Ik ben helemaal klaar mee gewoon. Ik word zelfs gewoon een beetje boos dat iemand dit doet. Ik heb ook een vriendin, dus ik begrijp ook niet waarom ze dit schrijft. Ik wil dingen met je doen. What the fuck? Zij wil fucking dingen met me doen. Like, what the fuck? Ze is fucking raar. Ze is raar bezig. Ze is echt super raar. Ik weet niet wie dit is. Het maakt me ook helemaal niet uit wie dit is. Maar je gaat gewoon niet zulke dingen zeggen tegen mij. Dat kan je gewoon niet maken. Je kan het niet maken om tegen iemand te zeggen op Facebook. Die je misschien leuk vindt. Of die je misschien aardig vindt. Maar dan zeg je niet, ik wil dingen met je doen. 1. Ik heb een vriendin. En 2. Nee, ik hoef het niet. Nee. Ik weet even niet wat ik moet doen, jongens. Ik ben helemaal in de war. En weet je wat het is? Het is zo raar dat iemand dit zegt gewoon. En ze zegt ook niet wat ze wil van me. Of wat ze wil weten. Ze zegt nu dit. Je bent toch niet gek in je bovenkamer of zo? What the fuck? Ik begrijp echt niet waar dit meisje mee bezig is. En ik wil achterhalen wie dit meisje is. En we gaan gewoon kijken wie het is. Als jullie willen helpen wie het is. Volg haar even op Facebook nogmaals. En doe het gewoon. En vraag wie ze is. Wat ze doet. Ik wil weten wie het is. En ik ga samen met Martijn een video maken. Dat we gaan achterhalen wie die fake Facebooker is. Ik kan er gewoon boos om worden, jongens. Jullie zien dat ik er boos om word. Ik wil gewoon duidelijkheid. Dit is gewoon één dikke poepshit. En ik kan jullie dit alleen maar laten zien. Weet je wat? Ik ga jullie weer wat vragen. Als jullie willen dat ik Santana Villatie ga bellen op Facebook als ze online is, doe dan allemaal duimpje omhoog. Laten we gewoon 60 likes halen. Misschien wel meer. We hebben 1000 abonnees. Dus we kunnen die 60 likes halen. 70, maakt niet uit.
over de 60 likes. En ik ga haar dan bellen. Ik wil weten wie het is. Dus doe allemaal die 60 likes. En reageer massaal, dik, hard. Wat ik moet gaan doen. Jullie kunnen dus een reactie plaatsen dat jullie op de Cast of Fame willen. Maar ook een reactie plaatsen wat ik moet gaan doen. Dus doe gewoon 2 reacties. En het gaat zo lekker met de abonnees. Dankjewel mensen. En Santana Filatie gaat hier niet mee wegkomen. Serieus. Misschien ga ik gewoon professionele mensen erop afsturen. Ik ben helemaal klaar mee. Mensen, doe dat duimpje omhoog. Wat ik moet gaan doen. En abonneer massaal. Want we kunnen gewoon, laten we gewoon even de 2000 pompen. Dat kunnen we. We hebben al de 1000. Dus laat staan 2000. En jongens, jullie kunnen me altijd connecten op Facebook. Ik reageer altijd. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Duimpje omhoog. Reageren. Massaal abonneren. Ik ben helemaal klaar mee. En ik ga weer. Later.